Hallo, Pebbles en ik verwelkomen je bij deze weekvlog. We hebben er heel veel zin in. Oh. Hallo, allemaal mensen van het goede leven. Ik ga samen wel pranken. Maar ik ga met een songtekst. En pranken. Want hij is het achter. Maar ik ga het doen met de tekst is Geef het door van Rob de Kai. Ik heb vandaag een boom geplant. In de tuin. Tuin vlak naast de schuur. Ik krijg het niet binnen. Ik zie jullie zo meteen weer. Daar staat mijn laptop, let's go. Oh, waarom gooi ik dat ding elke keer overal heen? Ja, dit is dom. Ik ga iemand anders pranken. Oké. Oh. Samen zegt ha 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 ha. En hij komt er nu aan. Ja. Waarom heb jij een boom geplant, joh? Dus die bel je. Is dit van YouTube? Ja, dat was een prank. Maar je trapte er niet in. Kom even zitten, we gaan iemand pranken. Doe even mijn moeder. Wat gaat er gebeuren? Leg dat eerst even uit. Ja, ik doe gewoon de tekst whatsappen naar de mensen. Oh, wat grappig. En dan zien we een vraagsteken van, oh waarom? Haha, we gaan stuk. Boom geplant. Het is online. Het is niet grappig. Dat is niet grappig, we weten wat het is. Jij zou het echt kunnen doen. Met je oude projectjes. Dus daarom keek ik in ieder geval op. Oh. Kijk, weet je wat je moeder zegt? Mijn moeder stuurt een video. Oh, maar ze reageert niet op jou. In de gezinsapp. Heel leuk. Wat is die video nou weer? Leuk, Lucie is heel leuk. Maar ze reageert niet op jou, ik ga stuk. Is hij aan het krabben vandaag? Au! 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 Gat, er zit helemaal een heel gat in. Was dat al? Ja. In de tuin. In de tuin, vlak naast de schuur. Oh, je denkt dat ze dan wel reageert. Ja, ik ben niet zo schuur, dus dat is niet grappig. Dan denk ze ook, heb je gebeld? Oh, nee. Kijk, zij gaat gelijk weer bellen. Ik ga het niet doen. Zij gaat gelijk weer bellen. Ik zeg, sorry, ik kan niet bellen. Sorry, ik kan niet bellen, ik ben bezig met bomen planten. Het is niet grappig, maar. Oh, ze zegt, oh, oké. Ze zegt wat wij. Oké, ze gaat erop in. Dit is wel leuk. Don van Maat. Vlak voor de middag, zeg ik, want ik zeg wel in middag weer. De kuil gegraven met mijn handen. Oké, dit is wel leuk. Ik hoop dat hij rustig groeit. Ik ga stuk. Ze zegt... Ze stuurt een vraagteken. Ze zoekt zelfs mijn uitleg aan je moeder, ik heb niet gezien. Ik zeg maar haha. Ja, haha, prank, haha, we gaan stuk. Ze zegt. We hadden net alles al. We hebben het hele gesprek al gevoeld, maar ik heb het niet opgenomen. Voel je je ook geprankt? Ontzettend! Wow! Nou, wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Nee, echt enorm geprankt. En gekrankt. Nee, dat is een moeilijke taal voor onze kijkers. Dat snap ik niet. Ze zijn gemiddeld onder de 10. Ik weet het niet waar, want ik zie ook wel mensen van daarbij zelf zeggen dat jullie hele leuke filmpjes maken. Dus misschien zijn de gemiddelde kijkers al iets ouder dan 10. Hoe knows? Als je op mama's aanwijzen komt, welkom. Zwaai me even naar je eigen fans, mam. We gaan nu weer. Doei! Love you, doei! 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 Wat heb jij daar? En ik dan? We hebben nog gehad, zag het wel, Ade. Dit is voor twee personen, hè? Hallo! Hallo! dit is Joanne, ik ga zo les geven. Vandaar de microfoon. Ja! Ja! Oké, mensen, succes. Dit is meestal zo. Maar alsof ik heel veel moeite ben om er om te gaan. Ik zal het niet zeggen, maar. Doei. Dit is gewoon normaal, we hebben alleen maar sfeerlicht. Heel erg moeilijk. Samen was nog aan het werk. Ik ga zo koken, het komt zo. Je blijft lekker slapen hier. Dus het was heel gezellig.
Oké. Okay. Plans have changed. Ik ga niet koken. Britt komt nog steeds. Maar ik ga niet koken. Ik heb geen zin meer. Goed bezig. Dit is een stomme hoek. Ze moeten schuiven. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Zwolle. We gaan lunchen. We weten nog niet waar. Toch, Britt? Nee, we weten nog niet waar. We weten nog niet waar. We weten wel wie we daar ontmoeten. Nou, wie dan toch? Wie zouden we daar ontmoeten? Dominique! We hebben allemaal onze mondkapjes in de aanslag. We gaan wel veilig winkelen. Tuurlijk. We gaan nu naar Harry's kringloop. We hebben er heel veel zin in. Ik ben nu in de wc. Daar is Britt. Deze wasbak. Heeft iemand ooit zo'n grote wasbak gezien? Laat het weten in de comments. What? Ik heb mijn hand vergeleken. Zoals jullie zien, ik ga los. Wij wachten op Samuel en Dominique. Want die komen ons ophalen. Maar het duurt echt lang, want we hebben al 10 minuten geleden gebeld, dus ze zijn er nog steeds niet. En wij doen thuis even een haul, want dit hebben we gekocht. Oh, je ziet het al een beetje. Hey Britt, wat heb jij gekocht? Laat het een klein beetje zien. Ja, een klein beetje. Hier zit het in. Oh. Je mocht daar ook maar 70. Ja. Bij dat 70 stuk. Jullie gingen 100. Helemaal niet. Jawel, jij ging. Nee, jij ging echt wel minstens 110. Ik heb iets heel leuks gekocht. Dit is wat ik heb gekocht. Dat is in de stad ook lekker. Want ik wilde eerst naar die andere kant doen. Deze zebratas van de Bershka. En hij was maar €15,99. Ik ging helemaal los. Kijk, hij heeft twee vakken en een ontsluiting. Ja. Ik denk dat het een beetje groter is. Dat. I love it. Britt, wil je nog laten zien wat jij hebt gekocht? I love it. Dit is een cutie shirt van. En hij was €12,99. Ook van H&M. Hoe duur was die? 9. Koopje. Wat een koopje. Mijn pakketten zijn binnen. Van de H&M, deze. Deze schoenen. Laat ik vanavond zien. We gaan nu met z'n allen even een spelletje spelen. Hier ben ik. Het spel is gedaan. Britt zit daar. Hallo, van hier. Ik kwam er dus bij het lunchen achter dat het een kinderschoen is. Oh, nice. Dit is een leuk verhaal. Samuel en ik kijken Moordvrouw. En Evert heeft in seizoen 1 deze schoenen aan. En ik ga helemaal los van Evert. Dus ik vind het helemaal amazing. Deze zijn echt heel nice. Oh. Amazing. Raad hoe duur? Ik zeg 60. Wat leuk dat je zo hoog raadt. Samen al altijd veel te goed. Ik denk altijd dat 37. Nice. 37 nog wat van Amazon. Nu die andere. Ik heb helemaal geen zin hierin. Ik was dus met Britt aan het winkelen. En in één keer paste wij iets in de paskamer. En toen... Het was één maat kleiner wat ik besteld heb en een andere winkel, maar het paste niet. Dus ik was helemaal al set. De eerste, trousers beige. Ik doe tussendoor dat ik ze aanpas. Maar als ik ze niet pas, dan staat er... Dan komt er niks, want dan paste ik ze niet. Hallo, dit is Marieke van de toekomst. Het volgende wat jullie gaan zien is onzin, want niks past. Behalve deze. Dus, geniet ervan. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin meer om te laten zien wat ik allemaal heb gekocht, want toch niks paste. Dus jullie kunnen nu mijn besteloverzicht zien. Goedemorgen. Ik heb net bed verschoond en gedoucht en Samuel heeft ook gedoucht. We hadden gezegd dat we niet nog een weekvlog gingen doen en nou is hij er toch.
Alleen, het is elke keer op de derde dag dat ik zoiets heb van, nou, wat heb ik nou nog te filmen? Dit is helemaal niet interessant. Zijn het niet interessant? Nee, ik vind het ook niet interessant, maar ik vind het wel leuk om een video te maken. Dus, waarschijnlijk is dit weer de laatste dag, want misschien dat we gewoon weekendvlogs doen. Wat ik volgens mij vorige keer ook al heb gezegd. Nou, wij gaan een nieuw spel spelen. Het heet Carcassonne. Nou, we zijn klaar met het spel. Hoe vaak had ik ook alweer gewonnen? 3 keer. En jij? 1 keer. We waren nog vergeten te laten zien wat we bij Harry's kringloopwinkel hebben gekocht. Dus? Daar gaan we. Tada! Het is dus echt geschilderd door iemand. Ik heb gekookt. Super lekker. Kip in ketchup kip. Ketchup kip. Ketchup kip. Oké. Hey Bent. Joanne die appte net. Die is alleen thuis. Want mijn ouders zijn een weekendje weg. En mijn zusje is dus alleen thuis. En zij appte mij in één keer. Oh, ik heb koekjes gemaakt. Zij vroeg of wij wouden komen. Vroeg ze vanochtend ook al. Toen zeiden we nee, want we doen gewoon even een dag heel niks. Rustig aan. Maar ze vroeg net weer. En toen dacht ik van ja, kan ook wel. Dit is het. Oké, dit is het. Dit is het. Er zit niks op. Hè? Er zit niks per se op. Oké, Joanne heeft dus koekjes gebakken. Daarom zijn we hier ook al half gekomen. En het ziet er zo uit. En Samuel houdt niet van, wat zei je nou? Ja, van dat. Kom maar even, vertel mij even tegen de camera, hoe noemde je het? Troep. Aha! Nou, Samuel houdt niet van die troep. Eens geen. Er zit ook andere smaak aan dat roze. Wat is het dan? Wat voor smaak? Wat is het dan? Hoe kom je aan het roze? Dat gewoon is ook een koekje te zijn. Nou. Ik hoef alleen even een hapje. Ik hoef niet gelijk vast te houden, maar dan is hij weer bij mij. Ja, hou vast. Nee, ik hou niet vast. Ja, begin ik niet aan. Iets meer. Nee, ik hou het niet, maar dat wist jij wel. Nee, daar kun je niks aan doen, Janne. Jawel. Die nasmaak is echt alsof ik weet veel heb. Echt een lompe wasmand met was. Die gaan we even opvangen met een kopje thee. Vandaag is dus dierendag en we hebben Pebbles zo wat de hele dag niet gezien. En hij wil ons ook niet zien, geloof ik. Hij heeft wel muis gebracht. We gaan opvouwen. Nou, wat vond je van deze week nog, Sam? Ik vond het hartstikke leuk. Vind je het veel herhaling vatbaar deze keer? Ik heb geen idee eigenlijk. Weet je wat het is? Ik heb het idee dat wij soms ook een beetje video's online zetten. Die nergens op slaan. Nee, dat staat helemaal nergens op. Deze hele video. Ik heb het gevoel, als ik sommige andere filmpjes zie die alleen op YouTube, dan denk ik, ja, daar zit veel meer gedachten achter meer. Ik hou wel van reality dingen. Zoals? Ja, dat wat we nu dus doen. Ja. Real. Dat het echt is. Real. Ja, kijk, en jij bent niet zo real voor de camera. Ja, en ik ook niet. Dat is niet waar. Ja, we zijn wel echt, maar... Ik niet, ineens begin... Ga je nou op mijn oppoot? Ja. Dat is je eigen ding. Het is ook wel een beetje aandachtsgeel wat we doen. Vind je? Ja, ik zo van kijk naar onze video's en... Maar ik vind het gewoon leuk om te maken, dus het is niet per se van jullie moeten kijken, maar het is meer van... Dus leuk, als je geen kijkers had... Had ik het al... We hebben ook bijna geen kijkers. Dat klopt. Weet jullie nog de tie-dye video? Nou, dit was in de was daarna. Ik vind het leuk om eigenlijk... Meer echte dingen te doen. Zoals? Niet de spelletjes. Maar, nee, ik wil niet alles delen wat we doen. Maar wat dan? Wat bedoel je? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is een shit in mijn land, bedoel ik. Ja, maar we hebben geen filmcrew die ons achtervolgt. Maar je vond het dus wel of niet leuk. Dat is jawel, een vraag. Ik vond de sfeer heel leuk met shit in mijn land. Zeg. Nee, onze filmpjes. Oh. Nou? Het is leuk. En ik vind de wispjes ook leuk om te zien en zo. Ja, die is grappig, hè? Ja, dan moet het toch ook wat andere dingen te doen zijn dan dat. Laten we liedjes, zeg maar. Ja. En dan gewoon naar kijken. Reageren op liedjes. Een reactievideo. Oh, maar, dat heb je ook nog net vocal coach reacts to. Ja, maar wij zijn geen vocal coach. Wij zijn wel. Ik ben mijn sounddocent en jij bent muziekdocent. Ik durf ook niet daar een uitspraak op te doen. Tuurlijk wel. Dat is toch jouw mening?
Ja, dat wel, dat durf ik wel. Deze film te maken. Heb je er wel koud water gedaan? Nee, je bent toch geen baby? Ja, nou. Hoe is dat dan? Oh. Nou, we gaan dus op video's reageren vanaf nu. En een week vlogs. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dankjewel. Corona-proof ben je. Ja, coronatijd is het. Ja. Ooit in de toekomst zo'n plateau krijgen. Zo'n YouTube. Nee, ik niet. We gaan nog bye zeggen. Ja, bye! Nee, ik moet er gewoon nog. Ik ben er bijna. Bye! Bye.